Weer een sample. Dit is vanaf nu gewoon mijn kantoor. Ik vind dat heerlijk. Komt ie. Nou, het is prima, weet je. Het is best lekker. Als je echt ervaren bent met die smaken, dan proef je toch iets wat dan op de lange termijn gaat dat je dwars zitten, zeg maar. Dus het is voor mij nog niet goed. Heel klein beetje. Bitter nasmaak, heel klein beetje. Je moet je voorstellen, al die ingrediënten die erin zitten, die zijn van zichzelf heel bitter. Wij doen er geen suiker in. Dus het is heel moeilijk om die smaak echt lekker te krijgen zoals wij die hebben, zeg maar. En hier zit een klein beetje, echt minuscuul beetje bitterheid nog in. Dat is leuk voor de eerste keer drinken. Denk je, oh nou, oh, lekker, even wat nieuws. Maar als je dat elke dag gaat drinken, voor maandenlang, jarenlang, zoals wij dat doen, dan gaat het een keertje tegenwerken. Zo on point moeten die smaken zijn. Groeimaat. Dus helaas, we moeten nog heel even wachten. Dit is trouwens een V2 nieuwe smaak. Dus die doen we ook nog, zijn we ook nog mee bezig. Wil jullie nog scoop? Zeg er geen nee tegen. Hoppakee. Zo. Hoppakee. Ja, lekker. Hoppakee. Oh, in die auto. Sorry. Dat zullen mensen wel niet denken. Wat doen die jongens nog in zo'n foute Mercedes? Met op die parkeerplaats hier zo. Met dat poeder. Ja, wit poeder. Uit het raam. Geen goed idee, deze auto, dat gaan we niet meer doen. Sorry jongens, echt oprecht sorry voor de Mercedes liefhebbers. Dit gaan wij niet meer doen. Komt even goed uit, hè? Nieuwe handdoeken. Goed lekker. In de Mercedes. Dan maar op de motorplaat. We hebben een blueberry voor de grimmige smeren. Kom op, Marker. Maar wie ben jij? Ben je goeie lekker man? Goeie lekker man. Mag ik ook een scoopje goeie lekker man? Op op een handje. Kom maar hoor. Goeie lekker man. Hey. Ja. Groei lekker man. Hop. Oh ja, die was wel heel netjes. Wacht even, ik ben nog niet klaar. En er moet nog een pompenbedankje bij. Moet je echt lekker groeien. Oh ja. Groei lekker man. Hey, groei lekker man. Hey, dankjewel hè. Dit is toch gewoon goud. Draai hem om. En als een man in de spiegel bekijkt, dan is hij ook weer gewoon lekker. Aha! Oh, vet! Gruwelijk! Dat zag ik gisteren toen ik een foto van hem maakte. Thanks! Ja, dit is de nieuwe, dit gaan we ook gebruiken. Jou is niks. Lekker man, hey, groei lekker! Ja, hetzelfde man. Eigenlijk 5 uur, door het niet helemaal te pushen, een klein beetje krachtig opbouwen. Door het powerliftprogramma te volgen. Wat ook verkrijgbaar is op onze website. Met Hennis de Kok als coach. Hij gaat als een jackcoach hier. We hadden het net over die pre-workout. Ik heb 2 PR'tjes Ja. Geklapt.
Ja, ja, het was toch wel een gegeven moment vond ik dat de meest zwerelziekste pomp in mijn borst die ik heb kan. Goed hoor. Dat ging wel even goed vandaag. Nee, omdat je zo'n mooie review, het is echt een oprechte review ook, weet je wel. Dan krijg je deze, allebei. Dus je hebt hier die V2, daar zit de cafeïne in en alles. Ja. En hier zit dan creatine in en de pompmaterialen zonder stimulanten. Dus deze kun je ook gewoon lekker in de avond nemen als je wil slapen. Dat en jij hebt ze net gecombineerd gewoon gehad, dus van elke smaak. Nou, ik kan je blij zeggen, deze twee echt een aanrader. Sokken die niet lekker zitten, weet je wel. Heel kieskeurig. Met een sleutel je deur dicht. Vergeet je het ook niet. Zo. Juist. Ja, nog meer. Zes onze skuwkoppen erbij. Ja, hey, bedankt. Alsjeblieft. Ja, eerste maaltijd van de dag. Kramp hoor, dus dit is niks. Wat ken je dat? Van die kramp, die blijft zitten. Lekker jongens. Nou. Hij zit nog steeds in. Het beste is gewoon lopen inderdaad. Sowieso even abonneren denk ik, anders zie je deze beelden niet. Abonneer maar even inderdaad. Ja dit, hey, eerlijk is eerlijk. Dit zijn natuurlijk beelden die je nooit ziet. En die plaatsen we op Clean Nutrition. Daar doen we echt die vlog shit. Dagelijks leven dingen. Maar we zitten daar net gruwelijk over business te praten en alles. Gruwelijke ideeën. Toch door 3 biertjes te drinken komt dat los. Dus dat is heel goed. Het voelt net alsof ik weer in die tijd zit van neukene.nl. Er ging ook biertjes drinken, kwamen op ideeën. En natuurlijk nu met die shirts, dat is zo'n succes. We hebben ook nieuwe besteld voor jullie goede maten, dus die komen eraan. Ik hoop dat ze binnen 2 weken er weer zijn, 3 weken. Maar ja, als je dus zo'n tijdje zit en je hebt de hele dag niks gegeten, is je eerste maaltijd en je hebt je benen getraind. En je gaat dan in één keer het hele pakket tot je nemen met dus die carbs, die zuigen dat vocht op. Gaat in die spier en dan kom je eigenlijk iets te kort. Dus
zitten nog steeds.